Burgemeester Bruls opende afgelopen zaterdag de nieuwe stadstuin achter het oude weeshuis. Ook waren er verschillende optredens. Daarna konden bezoekers de nieuwe tuin bekijken. De stadstuin is bedoeld voor iedereen die even de stilte wil opzoeken of voor wie elkaar wil ontmoeten. In de sauna van een sportschool aan de Nieuwe Dukenburgseweg heeft zaterdagmorgen een brand gewoed. De brand is vermoedelijk ontstaan in het plafond van het complex. Al aanwezige sporters en saunagasten moesten het pand verlaten. Bij de brand raakte niemand gewond. De Roze Meimaand werd afgelopen zaterdag officieel afgesloten met het Roze Mei Straatfeest. Tijdens het straatfeest werd ook de Roze Ster uitgereikt. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de homorechten in Nijmegen. René Kusters kreeg dit jaar de onderscheiding opgespeld door wethouder Frinks. Dat de Roze Ster 2017 gaat naar... René Kusters Ooy. Op plein 44 verzamelden zich afgelopen zaterdag allemaal elektrische auto's. Dat gebeurde in het kader van de Electric Vehicle Rally. De race is op 24 mei gestart in Kopenhagen en rijdt via 7 landen naar Monte Carlo, waar de race op 1 juni eindigt. Afgelopen weekend was Nijmegen dus aan de beurt. De organisatoren willen met de race het terugdringen van CO2-uitstoot onder de aandacht brengen. In en rond winkelcentrum Meijhorst werd afgelopen zondag voor de vierde keer Dit is Dukenburg georganiseerd. Dit is Dukenburg is een braderie met infostands, een tweedehands goederenmarkt en verschillende optredens. Burgemeester Bruls opende zondag het evenement. De organisatie laat weten dat de opkomst dit jaar tegenviel. En daarom wordt het evenement volgend jaar op een andere datum gepland.